Vorige week hadden we het over de vraag, wat is veiligheid voor u? Vandaag begin ik op een iets andere manier met de vraag, bestaat onveiligheid voor u? Alles wat we doen is onveilig. Onveiligheid bestaat zeker. Oh, dat bestaat, maar er zijn sommige punten waar we gewoon niet kunnen, dat kunnen we niet veranderen. Voilà. Dat moet zo uit het kortste interview ooit zijn geweest. Iedereen was eensgezind, natuurlijk bestaat onveiligheid. Alleen was er deze keer niemand die begon met een academische definitie te geven van het begrip onveiligheid, daar waar iedereen dat wel deed rond het begrip veiligheid. Ikzelf was een beetje verbaasd dat niemand zich afvroeg waarom ik deze vraag nu eigenlijk stelde. En al helemaal niet omdat iedereen zo overtuigd was dat onveiligheid wel degelijk bestaat. Eerst wil ik mezelf excuseren bij de mensen die deelnamen. Ik vertelde hen namelijk dat als je het woord onveiligheid opzoekt in de online dikke vandalen, je het niet zou vinden. En het dus online niet bestaat. Zoals jullie zelf kunnen zien, is dat gewoonweg zo. Echter, en dat heb ik verzwegen, de online editie is een beperkte editie. Niet alle woorden zijn daar terug te vinden. Het woord onveiligheid bestaat natuurlijk wel in de Nederlandse taal. En als we naar het Engels gaan kijken, vinden we beiden ook terug. Safety en unsafety. Waarbij unsafety stevast twee dezelfde beschrijvingen krijgt. Een gebrek aan veiligheid en onzekerheid. Dat eerste, het gebrek aan veiligheid, is iets wat regelmatig wordt aangegrepen in de academische wereld om het bestaan van onveiligheid te ontkennen. De tweede term, zijnde onzekerheid, maakte mij een beetje nieuwsgierig. Immers, hoe zouden mensen die onzekerheid beschrijven? Er zaten werkelijk pareltjes tussen. Geniet ervan en tot straks. Ja, onveiligheid is op het moment dat ik willens en wetens afwijk. En dat kan, die afwijking kan op verschillende gebieden zijn. Dat ik productie prevaleert boven zorgvuldigheid. Op het moment dat ik denk van, nou, weet je wat, wij zetten even een afsluiter in, die niet helemaal ons spek is, maar hij doet het wel voor dit moment, zodat wij productie kunnen draaien. Maar ook de geestestoestand waar ik mij in bevind, als ik in mijn auto stap en ik rijd naar huis en ik ben druk bezig met de dag te verwerken omdat iets een naars is gebeurd op het werk. Op dat moment ontstaat onveiligheid. Ik ga risico's bewust of soms onbewust nemen die ik in een andere situatie niet zou doen. Als ik dat vraag aan mensen, Adrien, maakt een scheiding tussen veilig en onveilig. Waarbij dat mensen meestal dan zeggen van, dan voel ik mijn eigen wel veilig en dan voel ik mijn eigen onveilig. Ja, en voor dan terug te komen op het voorbeeld dat je geeft over je afsluiter, ik denk dan dat je daar eigenlijk goed weg kunt met dat concept van gevoel. Want ik ken dat voorbeeld van bij ons uit de proceschemie. Ik heb dat op die 5 fabrieken heb ik dat wel meegemaakt. Dus op een gegeven moment klopt dat. Hè. Er is een stilstand geweest, je moet terug opstarten. Er zit een valve tussen die daar in minder respect is. Maar je weet dat die 2 of 3 runs kan meegaan en dan moet hij er wel zeker uit. Op zich toont dan op een gegeven moment toont dan de organisatie aan dat het veilig is voor te starten met die valve. Dus dat er in wezen geen onveiligheid is. Dat wil niet zeggen dat de mensen zich daar perfect comfortabel mee voelen. Het kan zijn dat mensen daar een onveilig gevoel bij hebben. Dus het is eigenlijk omdat je niet dezelfde valf in die lijn steekt, dat er een soort van onveiligheidsgevoel kan ontstaan, wat dan niet altijd wil betekenen dat het onveilig is. Dat klopt. En met dat gevoel moet je iets doen, denk ik. Dus als je weet bijvoorbeeld, oké, ik ga die afsluiter plaatsen, die valf ga ik daar plaatsen, en ik weet, hij is niet helemaal om spek, maar voor nu voldoende. Ga ik hem daar laten en ik geloof het wel?
Of ga ik bijvoorbeeld, nou, ik, weet je wat, ik doe een extra inspectie. Of ik ga iets vaker langs, of ik doe een extra check. Omdat onveilig gevoel die ik heb, om dat weg te nemen. Om op die manier de veiligheid van mijn plant optimaal te houden. En niet aan aan de toeval over te laten. Bestaat onveiligheid voor u? Absoluut. Ik denk dat veiligheid niet bestaat. Ik denk, wat je ook doet, of wat je ook niet doet, dus altijd de mate, er zijn altijd restrisico's. Ik zit hier op mijn stoel, op mijn bureau, voor mijn computer. In wezen voel ik mij heel veilig. Maar eigenlijk zijn er altijd heel veel restrisico's. Mijn stoel die kan in twee breken. Ik kan op mijn stoel vallen. Als ik niet goed oplet en ik ben mijn enthousiast, kan ik op mijn stoel vallen. Mijn computer die kan in brand schieten. Dus eigenlijk zijn er een hele hoop restrisico's, die wel heel onder controle zijn natuurlijk. Die computer die is uitermate getest. Naar een stoel, dat is een stoel die wij gekocht hebben bij een erkend ergonomische toeleverancier, enzovoort, enzovoort. Ik zit normaal redelijk goed op mijn stoel. Ik heb daar ook een risicoanalyse zitten het werk en een risicoanalyse beeldschermwerk. Dus eigenlijk zijn die risico's... eigenlijk zit ik hier heel veilig, maar er blijft nog altijd, er loert nog altijd een restrisico om de hoek. En dat geldt voor alles wat je doet. En je kunt eventueel een aantal gevaren uitschakelen, dus die gevaren wegnemen, maar dan nog komt er altijd iets anders in de plaats dat een restrisico inhoudt. Ik ken niks dat geen restrisico inhoudt. In wezen, elke activiteit houdt een gevaar in zich. Als je bekijkt uw idee van objectieve veiligheid, met gevaren wegnemen, ja. Vind je dan zelf niet dat je... Ik ben het ermee eens dat je de volledige veiligheid, dat moeilijk is te garanderen, maar dat je voor bepaalde handelingen of bepaalde stukken in een proces waarbij je iets moet uitvoeren, wel absolute veiligheid kunt garanderen? Nee. Kan u een voorbeeld geven? Nee. De lottoprocedure, gekend. Ja. Als ik die drie stappen onderneem, dan zal ik nooit van zijn leven in aanraking komen met Ellentrik. En dan zal het toestel waar ik aan werk nooit van zijn leven meer in gang schieten. Dat zijn de twee zekerheden die ik absoluut heb, als ik die drie stappen doe. Dat wil niet zeggen dat er niets anders niet meer kan mislopen tijdens het uitvoeren van die job. Maar dat, geëlektrocuteerd worden of gevangen geraken tussen draaiende onderdelen, dat is weg. Dat klopt. Dat klopt, denk ik, absoluut. Als die procedure naar behoren wordt uitgevoerd, zoals voorgeschreven is, dan is inderdaad, dan denk je dat dat risico op elektriciteit aanschieten er inderdaad dat dat weg is. Of dat je inderdaad dat die machine terug begint te draaien, dan is die in wezen weg. Op papier natuurlijk. Op papier kunnen zeggen, we hebben dat nu volledig... En als dat inderdaad in de praktijk zo gebeurt, dan zijn de gevaren... weg. Natuurlijk, wat is het risico dat overblijft? Dat die man die dat moet doen, dat hij dat op die of andere manier niet goed doet. Dat hij toch iets vergeet of dat hij niets dit of dat. Dat is dan altijd een restrisico. Ook al heb je die procedure, dan nog zal dat restrisico er zijn. Natuurlijk, als die perfect uitgevoerd wordt, zal dat restrisico op dat klein stukje zal dan weggenomen zijn. Jawel. Nu, bestaat onveiligheid? Ja, dus. Maar dat zit bij de mensen in hun hoofd. Dat zijn de handelingen dat zij voeren, de gedachtegang dat ze hebben. Dat vind ik onveiligheid. En is het verkeer onveilig? Nee, het verkeer. Er zijn zoveel regels. Als iedereen zich eraan houdt, is dat fantastisch veilig. Het is omdat er altijd iets wordt overtreden, dan wordt het onveilig. Dus ja, onveiligheid bestaat. Ja, dat bestaat ook voor mij. Ik zie net dat meer ja, als een begrip op zich. Onveiligheid kan voortkomen uit onveilig gedrag. Een onveilige situatie, materiaal dat bijvoorbeeld niet gekeurd wordt of niet onderhouden wordt, dat kan onveiligheid creëren voor mij. En dat is inderdaad ook weer heel gevoelsmatig. Dat is een stuk gekoppeld aan angst. Hè. Ik denk dat angst, als je bij een bepaalde activiteit, je ziet die tonton en je hebt zo... een reflex van, oeh, wat is deze hier? Of ik moet hier oppassen? Allee, ja, dat eigenlijk situaties zijn waar dat je ja, eventueel wel de veiligheid kunt verbeteren. Zijn ijveren eigenlijk om te zeggen van, onveiligheid bestaat niet. Dat is gewoonweg een gebrek aan veiligheid. Ja,
Dat is een beetje wat ze in de neem. Natuurlijk, hoe je het benoemt, daarmee kadert je, creëert je wel de werkelijkheid, hè, die je ziet. Dus, maar nee, ja, onveiligheid bestaat. Dus om te zeggen dat het niet bestaat en zeggen van het is enkel een vorm van niet, waar, dat, ik weet niet, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Okay. Maar alles wat we doen is onveilig. Alles, uiteindelijk, gewoon het feit dat we op twee benen staan in plaats van op vier poten dan rondlopen, daarmee creëren we een onveiligheid. Want het is echt een constant evenwicht zoeken. Want elke keer dat je een stap zet, balanceert je op één been. Wat veel onveiliger is dan gewoon op twee of drie poten rondloopt. Dus onveiligheid is gewoon deel van ons leven. En dat is een risico, een berekend risico, dat wij aanvaarden. Dus ja, onveiligheid bestaat zeker. Onveiligheid is overal. Dat vind ik wel. Ja, dat is ook wat je het interpreteert natuurlijk. Ja, bij ons, ja. Maar is onveilig, denk ik, dat dat ook een beetje van je eigen uitgaat. Wanneer voel je veilig? Wij zitten soms in een boot en wij zetten het neer, of een lichter, en die gaat over een weer. Dan zijn er al bij ons bij, die gaan zeggen... En die krijgen een schrik of die komen eruit. Terwijl dat er veel zijn, dan zeggen... Kijk, ik walt, hè. En die blijven staan. Het is, ja, maar is onveilig voor een persoon. Dus dat... Oh, dat bestaat, maar er zijn sommige punten... Dat we gewoon niet kunnen... Dat kunnen we niet veranderen. Ik kan een voorbeeld geven. We hebben een boot en dat is een luik van 25 meter. En er moet een baar, kan ik zeggen, van 27 meter in. Dus moeten wij die heel schuin gaan hangen. We maken die wel vast, maar ja, dat is niet 100% veilig. Hè. Maar die moet... Dat de veiligste manier, maar we moeten die op 45 graden hangen, bijvoorbeeld, voor die toch in dat schip te krijgen. Dan wordt wel, ga ik zeggen, wel het volk verwittigd. Ofwel komen die eruit, ofwel gaan die opzij staan. Zodanig moest er iets gebeuren, dat er zeker geen personeel onder zit. Nou ja, kijk, in mijn persoonlijke situatie ervaar ik hem zelf niet zo vaak. Maar ik kan me wel situaties herinneren of voorstellen die ik daadwerkelijk onveilig vind. Dus ja, onveiligheid bestaat wel. Als je op de verkeerde plek op het verkeerde moment bent, ja, dan ervaar je dat wel. En wanneer vind je iets onveilig? Hoe ervaar je dat? Helaas zie ik onveiligheid heel vaak, zie je het pas achteraf. Ja, iets heeft al plaatsgevonden of je ziet iets gebeuren en dan denk je, oh, ja, hier had ik niet willen zijn. Of dit, hier had ik anders op moeten reageren. Maar in de praktijk, als ik vanuit mijn werkervaring kijk, kom ik niet zo vaak op een locatie waar ik daadwerkelijke onveiligheid ervaar. Ja, of is dat iets wat je kunt vastpakken en beschrijven? Nou ja, als ik het vanuit mezelf redeneer, dan is het vaak een gevoel of een ratio die achteraf komt. Maar er zijn ook echt wel situaties te omschrijven en die ik ook wel heb ervaren. Waarbij je gewoon zelf ziet van, nou, dit is gewoon wachten tot er iets hier misgaat. Dat kan bij een klant zijn, dat kan ook in je privé situatie zijn. En als je dan vanuit de ratio kunt voorspellen van, nou, dit is gewoon wachten tot de dobbelsteen het verkeerde nummertje gooit. Ja, dan ervaar ik ook wel een stuk onveiligheid. En die zie je dan ook wel. Veiligheid bestaat, hè. Onveilig werken bestaat, ja. In mijn ogen bestaat dat, ja. En kun je dan misschien eens wat proberen duiden, wat je daarmee bedoelt? Oh, dat is moeilijk, hè. Dat is dat ik je kan zeggen. Dat is gebrek aan kennis of gebrek aan instructies. Of gebrek aan de juiste arbeidsmiddelen, omdat sommige dingen rap moeten gebeuren. Hè. Dat is de praktijk, dat zien we ook in de praktijk gebeuren. Dat de mensen de kortste weg pakken. En dat is vooral soms omdat er druk achter staat om een bepaalde deadline te halen. En dat die mensen
En de will to please natuurlijk. Hè. Veel mensen durven niet naar hun overste gaan om te zeggen dat gaat niet of zo. Ze zijn creatief om in hun ogen veilig is. Hè. Wat je eigenlijk een beetje zegt, is wat we hebben geleerd in de les. Hè. Dus je hebt Tom, je hebt technologie, organisatie en de mens. Hey, als ze op een gegeven moment niet de juiste instructies of niet de juiste regels hebben, of ze mankeren het juiste gereedschap, of het is misschien de foute mens op de foute plaats en dan toch de will to please, dan is dat eigenlijk meer structureel dan. Ja, ja, structureel, ja. Is dat iets wat regelmatig terugkomt, of is dat iets waarop je verbetert? Dat zijn de leermomenten. Hè. Er zijn wat dingen waar je ervan leert voor je volgende project, hè, om je mensen die je dan binnenbrengt, op voorhand is aftoetst. En dat doen we ook binnen onze organisatie. We screenen mensen, dus we hebben een oefenterrein waardoor we bijvoorbeeld die mensen de praktische gedeelte laten, bijvoorbeeld stellingen laten zetten of isolatiestukken laten voorbereiden, om te zien dat, ja, welke handelingen voeren ze uit? Is dat wel veilig? Is dat volgens de normen die wij willen? En indien ze dus, verkeerd handelen of verkeerd werken of de verkeerde werkmethode gebruiken, sturen wij die bij en zeggen wij waar onze eisen zijn en waar dat ze zeker op moeten letten om geen incidenten of ongevallen of klachten met zich mee te brengen. Hè. Okay. Bestaat onveiligheid voor u? Ja, onveiligheid bestaat zeker. Zowel op menselijk vlak gedragingen van mensen als op tekortkomingen in installaties wegens verschillende redenen. Hè. Besparingen, iets waar je als bedrijf ook niks kunt omdoen. Hè. Er zijn altijd risico's die je niet kunt voorzien. Je krijgt van mij een pijpbreuk. Hè. Je kunt nog altijd niet door metaal kijken. Dus wat er van binnen gebeurt in een proces bijvoorbeeld, dat is gewoon voortgaan op de ervaring, de jarenlange ervaring van de mensen in die sector, in die veiligheidsdienst, om risico's op tijd in te schatten. Maar dat kan zijn dat je door onvoorziene omstandigheden, dat je daar onveilige situaties krijgt, dat daarvoor niet iemand de verantwoordelijkheid hoeft te zijn. Maar onveiligheid bestaat zeker. Ik denk dat je dat in de huidige coronawereld ook wel ziet, dat de wildgroei van regels, het veranderen van regels, dat bij een groeiend deel van de bevolking ervoor zorgt dat ze de basisregels ook niet meer gaan volgen, waardoor dat je onveiligheid creëert. Hè. Die academici die zeggen altijd van, onveiligheid bestaat niet, onveiligheid is gewoon het ontbreken van veiligheid. Ja, daar zijn academici voor natuurlijk. Hè. De meer filosofische approach voor de problemen in het leven, voor alles een verklaring te zoeken. Maar ja, onveiligheid, in mijn ogen bestaat dat zeker. Iedereen zondigt er tegen. Hè. Er is niemand die nog geen ene verkeersregel heeft overtreden in de auto. Je denkt, oh, dat licht dat was naar heel donker-oranje, maar wat, is dat onveilig? Tuurlijk is dat onveilig, maar... De gevolgen daarvan, van door een donker-oranje licht te rijden, zijn in 99,99% van de gevallen nul. Dus het is, ja... Het is zo... Ik heb altijd een beetje hetzelfde voorbeeld dat ik geef. Het is een heel standaard voorbeeld van het de veiligheidswereld. Je hebt een... Het is rood als voetganger. Je moet niet oversteek. Er zijn veel auto's die dat passeren, dus je doet dat niet. Ja. Je staat dan... om poortien, om een tra. Hey, ja. En je moet een nacht op, het is om 10 uur s'avonds. Links en rechts kijkte en op 2 kilometer afstand is er geen enkele auto te zien. Ja. Als je overstikt, overtreden een regel. Maar of het dan per se onveilig is, dat zit aan. Nee, maar dat komt er schoon eens op terug. Dat is aan gezond boerenverstand gebruiken. Ah, wel. En als je dan 20 meter verder gaat staan, dan moet dat wel. Ja, want dan zitten we ver genoeg van een voetpad. Van een In de academische wereld ligt men de focus op het gebrek of de afwezigheid van veiligheid en stellen sommige onderzoekers dat we het over het gebrek of die afwezigheid moeten hebben, eerder dan over de term onveiligheid zelf. De geïnterviewden waren het hier duidelijk mee oneens. Er is bovendien verbazend weinig terug te vinden in de literatuur
over die term onveiligheid. En al zeker als je dat gaat afzetten tegen alles wat er te vinden is over veiligheid. Nochtans kon iedereen onveiligheid perfect kaderen. De vraag van volgende week, die luidt: hoe beleef je veiligheid, onveiligheid in je eigen werkomgeving? Ik hoop dat je er opnieuw van genoten hebt, ik in elk geval wel, en hopelijk tot volgende week.